Nog 100 meter. 50. Startgevallen paarden onderweg en het is na de start Hendrik Scots die heel gemakkelijk naar de leiding snelt. Tweede plaats aan de buitenzijde. Hey Gerrit de Lange, goede start voor Harrison Boko. En een geweldige start voor Go River Flevo. Die ligt al op de vierde plaats. Plaats vijf daarachter voor Niels Jongejans. En Niels parkeert zijn Iowa River nu in en die wordt op een lengte gevolgd door Danny Brouwer met Heine Attack. Achter Heine Attack Giel Wildhagen, hij rijdt Flair Lady DF. Ook die is voor haar doen uitstekend van start gegaan. En achter deze paarden Pas Holland die op anderhalve lengte wordt gevolgd door Fabiola Garis. Maar nog iets verder weg vinden we dan aan de buitenzijde Robin Bakker met zijn Havana Baldwin. Die heeft een bergwerk te verzetten vanaf daar. En op de laatste plaats aan de binnenzijde It's Baldwin. En daarvoor geldt uiteraard hetzelfde. Deelnemers gaan op weg naar de verre linkerbocht met Hendrik Scots die een lengtevoorsprong heeft op Hey Gerrit de Lange. Dat is de 1-2 op dit moment en de linkerbocht wordt aangesneden. Derde plaats erachter voor Harrison Boko. En achter Harrison Boko is op plek 4 terechtgekomen Go River Flevo. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En dat is het moment dat er ook wat reactie in het veld gaat komen. Aan de buitenzijde wordt Heine Attack naar voren gestuurd door Danny Brouwer. En we komen dan zo dadelijk in de rechte lijn. Straks bij het passeren van de finish nog één volledige ronde te gaan. Waarbij Hendrik Scots hier de zaken aardig onder controle lijkt te hebben. Tweede plaats erachter voor Hey Gerrit de Lange. Dan Harrison Boko. Aan de buitenzijde Heine Attack. Aan de buitenzijde daarachter is het Flair Lady DF. En aan de binnenkant Go River Flevo. Die worden dan gevolgd door Holland die langzaam maar zeker dichter bij komt in die koers op gelijke hoogte met Iowa River. Achter Iowa River is de aansluiting voor Fabiola Garisma. En achter Fabiola Garisma hebben we dan ook nog aan de buitenzijde Bakker achter Havana Baldwin en It's Baldwin die volgt iets verder weg. Paarden gaan op weg naar de overkant. En dat is het lange wegpunt. Hè. 800 meter van huis en dan gaat Holland in de aanval. En die maakt daar zienderoog het terrein goed in het derde spoor. Maar vooraan gaat Hendrik Scots niet wachten. Hey Gerrit de Lange op plek 2. Heine Attack aan de buitenzijde blijft goed meegaan. Daarachter is dan aan de binnenzijde Harrison Boko. En die kan op dit moment geen kant op. En zo koersen de paarden dan af op de laatste bocht. En zou je haast denken, die Tesselaar die heeft het allemaal onder controle. Maar aan de binnenkant zit Hey Gerrit de Lange makkelijk. Aan de buitenzijde Heine Attack. En helemaal aan de buitenzijde komt daar de aanval van Holland. Zo komen de paarden dan in de laatste rechte lijn. En hij heeft ze wel dichtbij nog hoor, Tesselaar. Het is niet zo dat hij al afscheid heeft genomen. En dus blijft het spannend. We komen in de laatste rechte lijn. En het is Hendrik Scots aan de buitenzijde Holland. En die komt daar met grote stappen nader en nader. Holland is er inmiddels naast. Holland is erop en erover. Daarachter gaat Heine Attack nog geweldig mee. De laatste meters Flair Lady DF komt en daartussendoor. Hey Gerrit de Lange. Maar het is hier Holland die Hey Gerrit de Lange aan de binnenkant naast zich krijgt. Met een laatste jump. Holland, Holland wint het voor Hey Gerrit de Lange. En Go River Flevo. Hey, eindelijk loopt hij weer in zijn fantastische koers. Die wordt derde.